Zonder takken. Ja, te laat, we branden zo slecht. Ja. En dan weer. Heb je nog een dakpannen liggen, een stukje olie, dat ze die honderd wel zin. Hè, als je hebt. Ja, die zijn er toch een pannen. Al in de dag. Ja. Dan heb je de pannen van het ding, ja, plekken schoon gebroken. Jullie hebben nog de pannen, hè? Ook.
We staan hier op dit moment in Montfoort. Julianenstraat, 20. 20? Ja, kunt u vertellen wat er is hier gebeurd? Wat heeft u meegemaakt? Ja, hier is een windsoos geweest. Hè? Van die kant kwam de wind vanaf. En die is me hier gelijk onder het dak gewaaid. Tot het dak neerde vandaag vloog. Ik heb de stukken nog in de handen, zoals u ziet. Hè? Ja. Hoe lang heeft de windhoos ongeveer geduurd? 3 seconden, denk ik. Langer dan niet. 3 seconden. En ja, er zijn hier heel wat mensen op straat. Hoe groot was de windhoos? Er zijn meer mensen getroffen, zie je? Ja, die ganse straat daar, die is in aanmerking gekomen met dat gedoe. Ik zie dat de brandweer ook bij u op het dak is geklommen. Wat hebben ze zo al gedaan? Ze hebben de dakleer hebben ze recht getrokken, hè? Dat het niet binnen regent. Hè. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, u heeft schade. En nu? Ik zie dat morgen wel, hè. Morgen komt weer een nieuwe dag en kijken we wel, hè. Ja. Ja, want hier aan de links en rechts een telefoontje plegen, hè. Ja. Heeft u dat al een keer eerder meegemaakt? Nee, ja. Hoe lang is dat geleden? Hier zijn een aardbeving geweest in de tijd en dat was ook wel even. Nou, hier in Montfort viel het nog wel mee, maar aan de kant van Herkenbos, geloof ik, dat was het even. We staan hier in Montfort. Wat heb je zo al gezien? Ik kwam rond 9 uur met mijn auto terugrijden. Ik reed de Julianastraat in. Van alle kanten waaide het hard. Er vlogen stoelen door de lucht bij de cafés. En ik reed eigenlijk de oprit binnen. Ik loop de kamer binnen en mijn vrouw zegt, kijk daar de dak. En inderdaad, het dak bij de overburen, het waaide compleet over, het scheurde los. Het waaide compleet aan de andere kant het dak weer op. Vervolgens zijn we naar buiten gegaan. Overal kwamen mensen buiten lopen. Overal lagen dakpannen op de grond. De daken waren compleet los. Ja, het was gewoon chaos. Het leek wel een oorlogsgebied zoals je het op tv vaak ziet eigenlijk. Ja. We zijn eigenlijk bij de overburen gelijk met een paar mensen gaan helpen. We hebben zeilen gepakt. We zijn het dak opgegaan om het dak proberen te repareren eigenlijk. Want ja, mocht er regen komen, dan heb je alles nat. Vervolgens enkele minuten later kwam de brandweer aan. Die heeft ons verzocht om maar vlug van het dak af te gaan vanwege de veiligheid. En zij zouden ons komen helpen nadat ze eerst enkele andere mensen geholpen hebben. Ja, hoe lang heeft het geduurd voordat de brandweer hier was? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat 5 à 10 minuten. Dat is moeilijk. Ja, je loopt naar buiten. Het is gewoon verbazing wat je op dat moment hebt. En je loopt vervolgens de straat rond en het bleek niet alleen dit huis te zijn, maar de hele straten waar overal de daken beschadigd waren. De pannen lagen op de grond, op enkele plaatsen zag ik dat de ruiten kapot waren. Ik hoorde later zeggen dat de dakpannen werkelijk door de ruiten heen gevlogen zijn op die plaatsen. Dus één chaos. Op dit moment is bij de basisschool hier in Montfort ben ik juist geweest. Er staan 4 politiewagens op een rij. En de brandweer heeft daar een soort controlepost. Opgezet. Ik heb gekeken, ze hadden daar een kaart eigenlijk en ze waren eigenlijk een beetje uit het zoeken wat de beste plaatsen waren om ons eerst naartoe te gaan. Ja. En dan hebben we het over Wilhelminastraat, Julianastraat, Paardenbroek, Brommenberg en Tombach. Dat waren de plaatsen wat het hardst nodig waren op dat moment waar ik het kon zien bij de brandweer. Ja. Heb je de windhoos ook werkelijk aanzien komen? Ja, ik heb hem ook aanzien komen, maar in eerste instantie leek het niet heel ernstig te zijn. Het was gewoon een harde wind wat aankwam. Maar verder, het was eigenlijk niet, ik verwachtte niet naar hetgene wat het resultaat was. Dat had ik niet verwacht toen ik het van tevoren zag. Dus het was eigenlijk een beetje verbazing toen we naar buiten kwamen wat er allemaal gaande was. Ja. Ongelooflijk. Ja, graag eerst uw naam en functie in uw geval. Ik ben Ellen Hanslag, ik ben de burgemeester van Roerdalen. En Montfort is een van onze 6 kernen. Ja, u bent hier als burgemeester aanwezig in het centrum. Wat is hier gebeurd? Er is een windhoos over Montfort gegaan, heel lokaal. Sommige straten hebben niets gemerkt en op andere straten daar zijn bomen of stukken van bomen omgegaan. En heel veel dakpannen zijn van de daken afgevlogen. Wat is de algemene indruk van de schade die u constateert? Nou, materiële schade, gelukkig. Tot nu toe allemaal dakschade. En een enkele boom. En mensen die hun zaak aan het opruimen zijn. En de brandweer die is de dakpannen die beschadigd zijn allemaal aan het verzamelen. En ik moet zeggen dat de mensen het gelukkig heel positief en heel goed oppakken. En... Uh,
gezellig met elkaar wat opruimen en dat is het. Ja. Ja. De saamhorigheid leeft in het veld. Saamhorigheid leeft enorm en iedereen is al bijna klaar met opruimen. Het was razendsnel. Binnen 80 meter stonden mensen te tennissen en bij de anderen vlogen de dakpannen van het dak. Ja. Echt een lokale windhoos. Ja. Graag eerst in uw naam en functie, alsjeblieft. Mijn naam is Gerst Snitjes. Ik ben officier van dienst communicatie bij de veiligheidsregio Limburg-Noord. Ja, we staan hier op dit moment in Montfoort. Wat kunt u mij vertellen wat hier gebeurd is? Rond 9 uur vanavond is een windhoos over het dorp heen getrokken. Het gevolg is dat van twee woningen daken of een gedeelte van het dak is afgewaaid. Bij één woning is een boom op de woning terechtgekomen. En we praten ongeveer over 4, 5, 6 straten die voornamelijk schade hebben aan de daken, waar dus dakpannen vanaf zijn gewaaid. Het betreft vooral materiële schade? Ja, voornamelijk materiële schade. Gelukkig is niemand gewond geraakt bij dit incident. Hoeveel meldingen heeft u totaal tot nu toe ontvangen? Bij de meldkamer zijn ongeveer een half uur geleden waren ze totaal van 50 meldingen. Hoe laat is de windhoos exact eroverheen gegaan? Nou, rond een uur of 9 hebben wij de eerste meldingen binnengekregen. Ik heb ook begrepen dat er een camping getroffen zou zijn. Is dat correct? Nee, daar weten wij niet. Althans, op dit moment niets vanaf. Hoeveel manschappen heeft u op dit moment hier rondgelopen? Nou, op dit moment hebben wij 6 voertuigen ingezet. En dan praten we ongeveer over een 40 tot 50 mensen van de brandweer die actief bezig zijn nu. Hoe lang denk je nog bezig te zijn met alle schade te repareren en op te ruimen? Nou, wat we nu doen is de eerste schade echt, die gaan we verhelpen waar het noodzakelijk is. En als het morgen daglicht is, dan zal er verder inventarisatie gedaan worden. En dat zal voornamelijk door de gemeente gaan plaatsvinden.